Wij gaan door naar de volgende zaak. De cult. Er is een cult actief. En we hebben voor jullie de volgende code. Politiek correcte moeder Wesley. Ah, ik wilde zeggen platte cola met worst. Platte cola met worst. Dankjewel. Platte cola. Dat is zonder prik, hè? Plat. Ja. Nieuw. Prikkende cola met worst. Ja? 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 Of personal computer met Windows. Ja, dat heb ik. Heb ik. Het is een leuke feature met. Ja. Met Windows. Nou, we hebben hier weer een mooie zaak. Er is een cult actief. En we gaan kijken of wij deze zaak kunnen kraken. De vorige hadden we 2 uit 3. Maar de goede optie is wel voorbij gekomen in onze overwegingen. Dus we zijn niet compleet dom. Nee. Nee. Daar gaan we. Wel een beetje. Omdat ik het niveau een beetje naar beneden haal. Valt reuze mee, Corné. Jij bent heel slim, man. Heel slim. Ja, maar niet in het weekend. De cult. Wat wordt ons verteld? Het is de blacksmith. Oh, daar heb ik wel, kan ik wel goed mee. Die praat makkelijk als je die onder schot houdt. Hij is een baat, man. The butcher's brother Bill was found dead. Oh. An arrow in the chest. You better pay the butcher a visit. Nou, inderdaad. We zouden het dan ook weer te maken hebben met de voorman en de mijn. En misschien gaat het verhaal gewoon verder. Dat zou we zo er kunnen. Er gebeurt wel veel in Juzo, dag achter dag. Death has come to Brimstone. Nou, daar gaan we. Ja? Ik heb een compositietekening gemaakt van de misdaad, maar jij lacht maar uit. Heb je gewoon de butcher getekend met een... Ja. Ik zal zo meteen... Ik zal hem straks op Instagram... Ik zal het even opschrijven. Ja, dat is goed. Dankjewel voor je... Er zijn heel veel dingetjes dat we aan kunnen klikken bij de butcher. Maar ik ben nog in ons kantoor, daar hangt een nieuwe poster. Oh, daar kom ik even weer naar het kantoor. Nee, loop maar door, want we moeten toch alles samen verzamelen. Denk aan de tijd. Dan ga ik weer terug. Speak to the butcher is stap 1. Ik onderzoek wel alles. Bill is dood. At what hour did the incident happen? I don't know. Bill was out late working on his project. He died face down. Secret seasoning recipe. The window of his room was open. Nu kunnen we misschien in die kamer. Ja, misschien wel. Dan kun je misschien lockpicken. Morgen komt Ed Thomas. Hmm. En dat is een bekend iemand. Hij heeft de deur is open, I don't need to do this. Hij is de uitvinder van de elektrische lamp. Ik ga de arrow onderzoeken. Ja, uit Thomas Edison natuurlijk. Ed Thomas. Ja. He died face down. A candlelight lies by his right hand and then to his left there's a match. Bill gave me this letter. He says if anything happens to him, I'll need its contents. Nou, openmaken dan. The murderer must have hid in this very room and shot the arrow when Bill got up to light the candle. Who shot this arrow and what did the murderer use and why? En de followers. Kun je die ding onderzoeken, Marjolein, die brief? Heb ik gedaan, maar dat kan niet. De deur van de dingen is al open, dus je zou naar binnen kunnen. Ik hoef hem niet te lockpicken. De butcher heeft een hoop followers. Ja, ik zie het. Instagram? Nou, althans, de barman heeft dat er morgen Ed Thomas langskomt en die heeft een hoop followers. Followers of the light, ja. Followers of the light, dat is de cult. Ik heb wat dingen gepind. Oh, we zien nu al in de kamer. Oh. Slim. Ik ga weer met Ziet praten. Ik ga hoes uit.
Oh, ziet, is er niet. Oh, er is nu wel een carnavalstent hier zo. The greatest invention of Ed Thomas Tour. De murderer was in die kamer. Ja. There's a show. This is where the show will be performed tomorrow. Er is morgen een show hier zo. Dus morgen zullen er meer mensen zijn waarmee we kunnen praten. Oké, okay, nou dat gaat dan vanzelf gebeuren. Oh, ik heb een letter gekregen. Oh nee. Letter from Bill. Spish. Examine. Dear sis, I left some fear with the bartender. De mijne is bang dat de followers of Light zijn... This is a private message addressed to me. Oh damn. Jezebel, there's good money on Bill's head. And you've always been a woman in need of good money. Ask around, someone should be hiring yours and an old friend. De brief van Bill, die eindigt met P.S. The four letters are what mom left behind. There's good money on Bill's head and you've always been a woman in need of good money. Ask around, someone should be hiring. Yours and an old friend. Ik ga naar de bartender. Goed idee. Ik ben bij de blacksmith. Ik ben bij de mijn. Hallo geuze, howdy. We don't get visitors often. What brings you here? The murder. Bill the butcher's brother. Oh no. The miner was at home with his family. The bank. Ik weet niet of ik hier mag komen. Who the man in the portrait is. That's my grandfather. He was from a noble family in England before he was expelled by his stepmother. They never told me the details. Ah, hij zegt ook de pijl is meer een kruisboogbolt dan een arrow. Ah, Carolyn, dat is moeder. Kunnen we allemaal weer vragen over stellen? Ik ben nu ook de... Oh, box of explosives. Dat is misschien met de mine. What did Bill leave at the saloon? Dat is de vraag. What did Bill leave at the saloon? Misschien weet de butcher dat. De box met explosive komt uit de mijn. Ja, dat oh, klopt. Wacht, die staat ook in de mijn. Ja. Lekker slim. De brief voor... Ik vind het jammer dat ik die bewijzen gewoon nergens kan vinden. Dit heeft u wel verteld. De vraag is, wat is Bill met de saloon? Dus dan gaan we naar de saloon. Nou ja, wat, dat heb ik gedaan. In de letter van... Wacht. Een passcode? Dan moeten we daar achter komen. Ik ben nu met de busje aan het praten. Just show him this token. Tom, we hebben toch die token net opgepakt? Die iron token? Nee, dat is wat anders. This token, dat zit in de brief, staat er. Mm-hmm. Maar daarna zegt hij, ik moet alsnog een passcode hebben. De four letters are maar what kan mom ik... left behind. Ja, yeah, dat zei ik. Sneak inside myself, it's written private rooms no entry, though I have surprisingly strong opinions about privacy. I wasn't broken to those. Ja, ik kan ook niet trappen.
Nee, de trap is private. Ja, ik dacht ik kan het ook openbreken, maar kan ik niet. Woman with a rifle in her hand. You have to present the correct passcode, yeah, inderdaad. It could be any combination of characters. Ja, de 4 letters, daar gaat het om, denk ik. De 4 letters. Are what mom left behind. Dear sis. Showing this token. P.S. The 4 letters are what mom... The 4 letters are niet? What mom left behind. Dus we moeten erachter komen wat moeder... Dan moeten we vragen, denk ik, aan de butcher. Dat zijn ja, ik ben letters, nu... Is het niet gewoon meat? Dat is een family recipe. Was er gezegd, secret recipe. Yeah. De moeder, de moeders, de naam van Bill is Caroline. Caroline. Ja, yeah. Ah, I swear whenever I sit next to the piano at the saloon, I can still hear the notes my mother used to play. Lekker. Dus volgens mij moeten we piano gaan spelen. Ja. Yeah. Zal ik dan even piano gaan spelen? Attempt to play. Nee, ik ben rusty. Our dear mother could barely spell her own name. That's her in the portrait over there. We gaan die bartender vol bedreigen met lood. L-O-O-D. A woman with a rifle in her hands. My late mother. A secret family recipe. Even bij de piano kijken. Ja, ik ging piano spelen, maar bij mij werkt het niet. Dat kan ik ook. They saw the pine tree in front of the house. Je moeder is overleden in het vuur. Ik weet dat ik... Ik kan hier ook niet iets aanklikken bij de piano. Private rooms, no entry. Ja, daar hebben we ook niks aan. What my mom left behind. What did Bill mean by the 4 letters? What did she leave behind? Dat is de vraag. Is iemand al in de mijn geweest? Nee, yep. Ik ben in de bank. Ik was er bij de mijn geweest, maar niet veel was daar uitgekomen. Huh. Oh, maar... Hij zegt nu dat bij de miners
de followers zijn of Ed Thomas, dus. De kat leeft nog, zeggen ze. De moeder is overleden in een brand. En de kat die leeft nog, wordt er gezegd. Hm. Waar vinden we dan een kat? Misschien in de square. Daar lag die kat de hele tijd. Die leeft er nog steeds. Marjolein, kan jij het vlees onderzoeken? Vlees? Of je kan kijken wat de rumors has it, they have a secret seasoning recipe. Oh ja, maar dat, ik kan alleen onderzoeken wat in ons wat we mee. Ja, oké. Okay. Quality meat, a reassuring sign. The miner made several donations behind his wife's back. A candle lies by his right hand, and the next to his left hand, there is a match. Maar ja, de vraag is, what did Bill leave at the saloon? Nee, ik ga vragen stellen over die kat. Die kat is van die oma geweest. En die vier letters moeten we ook hebben van oma. Is het... Nee. Is het niet miauw? Nee. Is het niet miauw? Zou het te makkelijk zijn. Ik ga de kat vragen aan de letter van Bill. Ja, is goed. Ja, die banker, daar hebben we ook niks aan. Ik kan in ieder geval in de saloon kan ik nog een ding krijgen voor die passcode in te vullen. Ja, yeah, well, it could be the passcode. I need to be careful, lest I might lock myself out. Dus we kunnen niet brute forcen. Nee, ja, ik kan het niet lockpicken. Die kat heet Mora, staat hier. Kan ik die proberen? Mora. Ja, kan. Mora. Vier letters. Ja. En die kat is van oma geweest. En de M was goed. M-O-R-A. That's the correct passcode. Nice. A small pouch. Ja, en dan hebben we gelijk de vraag beantwoord. What did Bill left at the saloon? Brimstone butchers. The paper used for wrapping the ham. Strange powder. Strange powder. Some white powder. Woep woep. Found in a small pouch. Oh. Ja, nou dat kunnen we dan de vraag beantwoorden. Ja. En onderzoeken. Ja. What did Bill leave at the strange saloon? Powder. Strange powder. Strange. Confirm. En dat kunnen wij dan ook gaan onderzoeken. Ja. Gaan we dat doen? Nog even voordat we de dag afsluiten. Ja, onderzoek jij dat nog even? Dat ga ik doen. Niet alles opmaken in één keer. Ook niet schrijven. Goeie geluiden. Wat is de conclusie? What should I use? Oh, ik moet kijken of ik een vergrootglas, water of een kaars gebruik om het te onderzoeken. Ik denk een kaars, want dan had hij eens een half uur dat ging. Ja. Yeah. Catches fire quickly, but burns slowly and steadily, and produces a bright flame, purple in color. De miner zei dat die Ed nu Thomas, foto's, kijk. Dat die nieuwe lamp die hij creëert, paars licht. Kijk, het is een UV-lamp, misschien.
Ja, die andere opties geven geen... Oké, okay. Nou, dan gaan we wrap-up the day doen. Ja. Jee. Want we hebben een conclusie bedacht. Namelijk, what did Bill leave at saloon? Strange powder. Dat is wel goed, denk ik. Ja. De haan is met ons eens. We krijgen een brief. Was the package important enough that someone would kill him over it? What secret... Whose secret does it reveal? Whose secret does Bill discover? Ja, ik denk die Edison. Ja. Maar ja. Laten we vooral dingen gaan vragen over het zakje. Hé, hey, de mine staat op de square. De foreman is er weer. In de mijn. Ik ga even die butcher vertellen dat er poeder voor haar ligt. De foreman is niet onder de indruk. I just picked up Mr. Thomas and his great inventor from Redwood this morning. Dat kan niet. Ah, ja. Secret meat seasoning, dat lijkt me niet. Ja, die foreman die is niet onder indruk van Ed Thomas. Dat is dezelfde tekst. Ja. The stage driver zegt, the mayor needed my service. I think he was going to dinner with some business friends of some sort. Ah, Ed Thomas is hier in de bar. I remember Bill said he got a close look at a machine a couple of months ago during a show in a nearby town. Hmm. Ik denk dat die Ed Thomas een dikke scam is en dat Bill het ontdekt heeft. Dat denk ik ook. Ah, found character, mayor. The electric lamp. Even kijken. Kan hij mij iets vertellen over het poeder? We don't accept donations in this form. Oké. Okay. De miner heeft donations gemaakt achter zijn vrouw de rug om. Oké. Okay. I think he's going to replace me unless... You dig up some dirt on him. He's obviously a liar, and if he isn't, make him into one. The mayor wil eigenlijk dat we Thomas Edison keihard exposen. Want hij wil niet vervangen worden. Ja. Waar is die Edison guy? Daar. Die staat in de kroeg. Ja. De kroeg. Stage driver, heeft hier niks over te melden. Ah, die miner die bewaakt ook de tent, staat er. Ja. Ja. En dan gaat hij zeggen dat Bill een keer eerder een look uit die machine heeft gekregen. Ja. Mm. Ja, de banker praat alleen maar over donations. Ja. Oké, okay, daar worden we niet heel veel wijzer van op dit moment. Hé, hey, ik kan al rappen voor de day doen, waarom? Ja, sorry, ik had al geklikt. Oh. Ik wilde de vraag nog even lezen. Yeah, I'm here to make sure no one gets near the machines before the show starts. I'm so glad that I can be of help for any. Where's the machine? Thomas said all the information concerning the machine is proprietary. Ja, dus het is means none of your business. Everyone wants to steal the design. Ja.
Ja, Bill heeft dat al een keer gezien. De blacksmith was een goede vriend van Bill en ze hebben samen chemistry gedaan. Misschien weet hij wel iets dan van de rare poeder. Ja. Hallo, Goosje. Ondervragen. Kim, kun jij proberen in de mine de box te openen? Ja, kan ik wel even proberen. Kan ik proberen. Praat je verder met hem doen? Ja, hij vraagt, je staat in de weg. Hij vraagt die blacksmith van wat is het voor poeder? Hoe brandt het op een rare manier? Maar dat hebben we dus al onderzocht. Ja. Ja. Dus dat is inderdaad wat het is. Je kan die box niet openen of zoiets. Het wil me niet het laten openen. Nee, ik kan niet die box bekijken. Het laat me niet doen. Dat hebben we al gezegd. Maar wat is de vraag van de dag dan? Whose secret does it reveal? Ja, dat moet wel Ed Thomas zijn. Dat kan bijna niet anders. Nee, dat lijkt mij inderdaad ook. We kunnen dat er gewoon van maken en een kwartier tijd winnen. Ja. Oh, ik kan het niet doen. Ik krijg, als ik het doe, krijg ik dotjes, zeg maar van die haakjes. Dus ik denk dat er niks in zit. Waarin? In die box in de mine. What's inside the box? En dan als ik het doe, dan krijg ik van die twee komma's. Ja, precies. Dus dat betekent dat je er niks mee kan. Ja, ik denk inderdaad dat we hem al hebben, zeg maar. Dat we niet te lastig moeten doordenken. Daar zijn we de vorige keer in de fout gegaan. Ja, precies. Ja. Dus dan gaan we dit gewoon zo inleveren. Ja. Dan zeggen we, wiens geheim? Goed. En dat is oh, dan... sorry. Ik had verkeerd geklikt, sorry. Wat? Ik klikte op het kruisje, niet op het vinkje. Oh. Nope. Who's secret is cover? Ed Thomas. Ja, dat lijkt wel logisch. Dan gaan we naar de laatste dag. Who murdered Bill? Who murdered Bill? Ik wil het niet weten. Dat is de vraag. Ik vermoed dat de tent nu open is. Ja, want die is gisteravond... in de square. Is dat geweest? Ja, er zijn hier heel veel mensen. Oh nee. This is where the show was performed last night. Little Joe. But no one is here anymore. Oh, Little Joe heeft de kruisboog gevonden. Ja. En dat is een murder weapon. Misschien kunnen we die examinen. Ik kan niet met niemand praten hier nu. Want, dat is een goede optie. I need to take a closer look at the bow. De schoonmaakster van de bartender is er vandoor gegaan met Ed Thomas. En hij heeft niets om de... floors beter sweep. De blacksmith even beter. Go out past the blacksmith place, outskirt wilderness you know. Oh, don't my dad, I went out there. Kun je bezig pakken bij de blacksmith? Ja, wij zijn bij de blacksmith. Nee. Je kunt vrij gaan. Ah, ik ga naar boven in de kroeg, naar de kamer van Ed Thomas. Ik moet even vragen om de sleutel bij de bartender. Dan kunnen we dus zijn kamer in, waar hij verbleven heeft. Maar we hebben sleutel nodig, we hebben Kim. Oeh. De bartender heeft misschien de sleutel. Even kijken, denk ik. Wie is Little Joe? Little Joe mag hier niet naar binnen. I'd better sneak in now that he's gone. A locked door won't stop me. Get inside. There's an imprint left on the writing pad.
Presumably, Mr. Thomas wrote a note on top of the pad, then tore it off. Ah. However, I can only read the first half. Not yet. Thank you for taking care of the issue as agreed. The rest of it is... Forensic kit. Forensic kit. Dus dan gaat Marjolein aan het werk. Dus Marjolein! En Thomas heeft iemand aangezet om een moord te plegen. De foreman en de miner zijn nu in de mijn. Let me see what the handbook says. Wat? Let me see what the handbook says. First, place it on a flat surface, leaving a low angle against the light source. Rub the input with a soft grating. Here it is. Thank you for taking care of the issue. As agreed, I will increase your cut to 50%. Oh, je was de brief aan het voorlezen? Ja. Yeah. Het andere deel van de brief. Yeah. Maar er staat niet, staat er een naam bij? Of een, dat het een man of een vrouw is? Of? I will increase your cut to 50%. I will increase your cut to 50%. Yeah. Maar your cut van... Werkt die miner niet met de... Ja, want die miner die was ook de bewaker van de machine. Ja. Yeah. Tom. Ja. Yeah. Kan jij even naar de Town Square komen om met die Little Joe te... praten? Ja, ga ik want zo. Want hij wil zijn kruisboog niet afgeven omdat Finders Keepers zijn. Oh ja. Zet gewoon niet, zet gewoon je dingers tegen zijn kop aan. Dan geeft hij het wel op, toch? Ja, nee, ja, als ik hem een geweer doe, dan zegt hij, ik heb een kruisboog, let's duel. En dan, omdat ik het geweer niet schiet, zeg ik, oh nee, sorry. Dus ik ga dan even met die man praten. Die man die ook een jongetje is. Ik kan niet binnen praten, iemand praat met mij. Oh ja, sorry. Dat maakt niet uit. Met hem. Ja, nu kan je met hem praten. You can call me the crossbow kid. Dan zeg ik... Zou je niet iets met hem moeten kunnen treden? De vorm? Kijk, nee, ik heb mijn badge laten zien en nu zeg ik, I'm confiscating that weapon. Ah, hoppa. Nou, dan ga ik hem onderzoeken. Ik kan mijn lijn de bow weer onderzoeken. Ja. Ja. Heel goed. En dan komen er fingerprints uit, waarschijnlijk. Een old crossbow. Engraved with the letters V-R-I. V-R-I? V-R-I. Voor rare insecten. Idioten. Fits well with the arrow we found. It's no doubt it's the murder of it. V-R-I. 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 Ah, ik had in een vorige verhaal gelezen hoe de foreman heet. Tobias. Mm-hmm. Geen VRI. De miner. Misschien... Betsy de Butcher. Bill is dood. De banker? Henry de miner. Ja, Henry de miner. Henry de Miner. Albert Crane is de banker. Clayton de blacksmith. Caroline. V-R-I. Ja. Yeah. Wyatt. Mike Burns. Tony Set. De banker heeft een schilderij met zijn vader. Ja. Yeah. Grandfather here from a noble family in England. V-R-I. Hij zegt niet de naam. Nee. Maar je kan ook niet tegen hem zeggen wat betekent VRI, toch? Nee, precies. Als ik de banker de crossbow laat zien, het eerste wat hij zegt is, wacht even hoor, wat moet ik die? Is, a crossbow, how did you get that? Ik heb het volgende wat betekent. Ja? Dus Victoria Regina Imperatrix. Wat zegt de mayor tegen mij? Victoria Regina Imperatrix.
Dus dit is een van een vrouw. Ik wil hem kopen voor mij. Maar Victoria Regina Imperatrix, dat betekent iets van de koningin overwint alles, zoiets. Ja. In het Latijn. De banker vertelt bij zijn schilderij dat zijn familie uit Engeland komt. Ja. Ja. Omdat hij een grapje over melk heeft tegemaakt. Ja. Ja, hij was van een noble family in Engeland. Ja. Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja. Wil jij hem vragen naar de crossbow? Dat ga ik nu doen. Ah, crossbow. How did you get that? Oh nee, hij wil hem verkopen, de crossbow. Dat is niet wat ik zoek. Een imprint of a nut. Ik vind het... Maar ja, als het inderdaad... als die mayor zegt, Victoria, it's from England, dan zou het die banker wel eens kunnen zijn. Mm-hmm. Maar waarom? Of ga ik dan alweer te ver door? En dat gaan we dan horen. It must have been made in England. En het is ook een very old crossbow, staat er. Dus dan zou het inderdaad wel van zijn opa kunnen zijn. De vader heeft gebruikt. Als ik de blacksmith vraag naar de crossbow, staat er een elegant weapon from a more civilized time. That's what my daddy used to say. Quite a thing to see here in the new world. I think English still use them. Hey, wat? Ik heb de bezem. Nee, want die moesten we aan de saloonman geven, zodat ik kon vegen. Ik kan hem ook onderzoeken. Quite a thing to see. Onderzoeken. Geef hem aan de man. Ah! Ik heb de sleutel van die kamer gekregen. Maar goed, Kim was daar ook al binnen geweest. Maar misschien vind ik wel nog meer. Ik drukte op spatie om te springen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Go upstairs. The room is locked. Ik heb de key. A key. Imprint left on the... Ja, het is gewoon hetzelfde. De writing pad. Ja. Yeah. Ja, ik vind hetzelfde als wat Kim al gevonden had met de lockpick. Ja. Ja. Dus je hebt niet altijd een sleutel nodig. En de rest van het briefje hadden we ook al unlocked, hè? Ja. Yeah. I will cut your thing to 50%. Dat is altijd zo'n punt, zeg maar, dat ik gewoon iedereen... Welke issue? ...onder schot ga houden, kijken of het wat oplevert. Ja, weet je, de enige, want die Ed Thomas guy, die vertelt iemand wie voor hem werkt. Ja. En? De enige die hier voor hem werkt. Is de bankier. En hij heeft gezegd dat en die miner. Opbrengst. Ja, en hij heeft hem ergens mee geholpen. Ze hebben die miner al gevraagd naar de crossbow. Nee, dat gaan we nu doen. Ga ik nu doen. What an impressive piece of engineering. Nee, daar worden we niet veel wijzer van. Nee. Misschien de butcher? De butcher. Oké, dus als ik nu even... Wat we hebben is nu... De banker heeft het gedaan omdat de crossbow van hem is. Maar het kan ook die miner zijn, maar daar worden we niet echt veel wijzer van. Als we het iets aan hem vragen. Ja. Het enige aanknopingspunt is dat we weten dat die voorvaderen Engels waren. Dus het zou logisch zijn. En hij stamelt ook als wij vertellen van we hebben die kruisboog. Dan zegt hij, how did you find that? Ja, dus dan zou het de banker kunnen zijn. Maar ja, wat voor aanleiding heeft hij ervoor dan? Kijk, en de banker zegt ook,
Mr. Thomas, my proudest investment. We had a successful partnership. Ja. Oh, wacht. Maar Edison is niet vermoord. Bill is vermoord. Ja. Dus als de banker Bill vermoordt, dan komt dat geheim niet vrij van dat licht. Waardoor hij meer van die rondreizen kan maken en geld kan winnen. Ja, dus ik denk dat de banker inderdaad wel een goede verdachte is. Ja. Ja. Zullen we daarvoor gaan? Ja. Ja. Oh, ik hou hiervan. Van als een plan samenkomt. Okay, eerst kijken of het goed is. Dan kunnen we daarna zeggen dat we daarvan houden. Who murdered Bill, de banker? Nou, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Dit is een fijne auto. Corné? Ik heb ook gedaan. Ben ik het? Nee, Murph. Nee, het was Corné. Er staat een lijstje bij je. Ja, je kan pas klikken als je die als Don Sheriff Web of the Day. Bill heeft strange powder. En die naam van die kat hadden we goed achterhaald. Ja. Bill left that pouch of powder before he died. Did you find out what it is? Hebben we zeker gedaan. Hij heeft het geheim ontdekt van die man. Van die machine. Ja. Ja. Hij is een oplichter. Waarom? Omdat hij een lamp heeft gemaakt. Ik ben wel benieuwd naar je murder scene. Ja, ik zal er zo een foto van maken. Nou, de banker. You fools. Ah, lekker. Lekker, we hebben hem goed. Nice. Lekker voor je. De banker. Zou die in de volgende video weer aan het werk zijn, de banker? Ja, dat gewoon heel die stad arresteren langzaam. Ja. Die hadden we goed. En die hadden we ook goed. De professionele investigators met een kwartier marge hebben gewonnen. Lekker. We hebben wel de case achievement gemist. Ja. Maar goed, perfect opgelost. Lekker, hoor. Ja, moeten we dan nog op what happened drukken? Want dat weten we al. Ja, dat weten we al. Nou, dan stel ik voor dat we hier gaan afronden. Mm-hmm. En in de volgende video de volgende zaak gaan oplossen. Yeah. Dus graag weer. Tot dan. Joe. Joe.